Voor een goede kraai moet je haan zich wel op zijn gemak voelen, dus rustig uit zijn kistje halen. Kijk, en die kan je zien dat hij nu redelijk ontstrest is. Dat kan je zien aan die kwapjes. Anders zijn ze te veel samengetrokken. Het principe is vervolgens eenvoudig. De hanen worden een beetje voor de gek gehouden. Je zet ze een tijdje in het donker en als dan het deurtje opengaat, denken ze dat een nieuwe dag begint. En nu is het uit uw handen, hè? Wow! 16 keer. Ieder hanenbaasje moet van tevoren aangeven hoeveel zijn haan van zich zal laten horen. Maar als het dan eindelijk zover is, blijken de heren nou niet echt haantjesgedrag te vertonen. Al schreeuwen ze wel dat het een lieve lust is. Ze zijn lekker bezig, hè? Nou, niet echt. Nee? Zo niet. Nee, ze moeten langzaam aanvangen, dan een hele harde kraai en dan donker naar beneden. Dus dit is echt wat kippen doen. Dit is die geen haan. De paus laat na even warm draaien flink van zich horen. Maar de haan van mevrouw de haan blijft helaas als versteend. Hij beweegt ook helemaal niet. Het is ook de eerste keer voor hem. Dus dan zijn ze meestal een beetje van hun apropos. 5, 4, 3, 2, 1. Met 20 forse kraaien mag de paus uiteindelijk met de eerste strijken. Volgend jaar beter voor mevrouw de haan.